Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de EGOV-directeur, de heer Praveen Ramadin. We praten dus over een belangrijke mijlpaal, de lancering van de grondzaken webapplicatie. Dit platform is een stap vooruit in het verbeteren van de transparantie en toegankelijkheid van informatie over grondgerelateerde zaken in Suriname. We bespreken hoe dit initiatief burgers, bedrijven en overheidsinstanties ten goede zal komen en welke toekomstplannen er zijn om de digitale dienstverlening verder uit te breiden. Meneer Ramadin, welkom in het programma. Dank u wel. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de grondzaken webapplicatie? Nou, er is één doelstelling van de grondzaken webapplicatie, database of hoe je het wil noemen. Dat is een centraal meldpunt creëren waar burgers terecht kunnen om al hun grondgerelateerde problemen te deponeren, om het zo te zeggen. Wat we in de afgelopen periode hebben gemerkt is dat burgers met zoveel grondzaken problemen zitten en ze worden eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen geen feedback op hun aanvraag, weten niet waar hun stukken zijn verloren en ze kunnen niemand bereiken. En die klachten kwamen binnen op het kabinet en ook bij andere ministers en ministeries. En toen heeft de president gezegd, we moeten een oplossing zoeken. Want het kan niet zo zijn dat burgers radeloos worden en niet weten waar ze terecht moeten zijn voor informatie. En dit platform biedt eigenlijk een oplossing hierin, want het is een centraal punt te bereiken via gov.sr onder e-services. En daar kunnen ze dus alle problemen neerleggen. Toegang tot informatie is zeer belangrijk voor burgers en bedrijven die te maken hebben met grondzaken. Wat wordt gedaan met de informatie die burgers uploaden? Ja, de informatie wordt verwerkt. Er is een back-office op het ministerie van GBB die dus alle data die binnenkomt analyseert. Ze kijken waarmee het te maken heeft, met welk probleemgeval, want je hebt boedelgevallen, nieuwe grondaanvragen, etc. En zij treden dan in contact met de burger die zo'n geval heeft doorgegeven. Ze gaan intern binnen het ministerie checken van waar zijn die stukken blijven hangen, wat is het probleem of wat is de status ervan. En er wordt dan contact gemaakt met de burger om door te geven van luister, je stuk is in behandeling of we wachten nog op een rapport of we kunnen je stukken niet vinden. We gaan werken met de informatie die je hebt geüpload. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, er ontbreekt een stuk en er wordt gevraagd van kan je aanvullende informatie aanleveren. En zo proberen we dus dan middels het systeem en de back-office om de burger te helpen. In welke mate zal de applicatie bijdragen aan een efficiëntere dienstverlening voor burgers, bedrijven die te maken hebben met grondzaken? Digitalisatie brengt efficiëntie met zich mee, dat is zo. Want er is één centraal punt waar alle informatie terechtkomt. Die informatie is bij de hand. Je weet direct van wat ontbreekt, wat niet ontbreekt. Ook bij het bouwen van het systeem hebben we rekening gehouden. Zo zijn er verplichte velden voor informatie, maar ook voor documenten die je moet uploaden. Als je een probleemgeval meldt met betrekking tot aanvraag van een perceel, dan weten we welke documenten je verplicht moet uploaden. Dus die velden worden verplicht gemaakt, waardoor de burger uploadt. En zo heb je geen ontbrekende stukken en kan de back-office je sneller helpen. Dus dit systeem draagt sowieso daartoe bij dat er efficiëntie is. Gegevensbescherming is een belangrijke overweging bij het aanbieden van overheidsdiensten online. Hoe wordt gezorgd voor bescherming van gevoelige gegevens? Ja, we leven in een wereld waar cybersecurity topic van de dag is. Met elke digitalisatie komen aspecten van cybersecurity erbij. Maar bij het bouwen van applicaties en databases houden we altijd rekening met dit soort dingen.
Eigenlijk is security het eerste wat in mind is als we een applicatie bouwen. En we proberen zoveel mogelijk te werken met best practices in de wereld qua persoonsbeveiliging en gegevensbescherming. Het systeem is secuur gebouwd. Het is niet in de cloud. Het is in ons datacenter. Iedereen die toegang heeft tot de informatie heeft een username en een password. Alles wat wordt gedaan in de back-office wordt gelogd. Dus we kunnen altijd natracen wat er is gedaan met de informatie. Maar bovenal, we werken gewoon met de best practices wat in de wereld gehanteerd wordt. Feedback van gebruikers kan essentieel zijn voor de verdere verbetering van online diensten. Hoe wordt de feedback van burgers meegenomen om de applicatie verder te veranderen of te verbeteren? Kijk, bij dit specifieke geval hebben we, er is ook een e-mailadres waar burgers dus naartoe kunnen mailen. Dus alles wat wordt gemaild, nemen we mee om de applicatie aan te passen. De applicatie is door onszelf gebouwd, door het directoraat e-government. Dus als er suggesties zijn van burgers, kunnen we snel daarop inspelen om die aanpassingen te doen. Maar alles wat we bouwen, proberen zoveel mogelijk gebruikersvriendelijk te zijn en niet met moeilijke dingen, zodat dat burgers het niet snappen. Dus men eenvoudig en snel dat men het kan uploaden. U sprak ook over een e-mailadres. Wat is het e-mailadres? Dat is grondzaken@gov.sr. Okay. Daar kunnen ze dus eigenlijk suggesties, et cetera, mailen. Maar uploaden is gewoon in de applicatie zelf. Dat is in de applicatie zelf. Dus als ze een mail willen, is dat wel apart? Ja. Want soms heb je bijvoorbeeld van een burger wil iets erbij zeggen of vermelden en de applicatie biedt de ruimte niet daartoe. Dan kan men gewoon een mail sturen naar grondzaken@gov.sr. De digitalisering van overheidsdiensten in Suriname lijkt een duidelijke richting in te slaan. Hoe past de lancering van deze applicatie binnen het bredere kader van de digitaliseringsagenda van de overheid? Kijk, het past perfect in het plaatje, want een van de doelstellingen die wij hebben als e-gov is zoveel mogelijk de dienstverlening van overheid verbeteren en zoveel mogelijk proberen online diensten aan te bieden, zodat burgers binnen het gemak van hun tijd zaken kunnen doen en niet op de traditionele manier zoals het tot nu toe meestal gebeurt. Dat je tijd moet maken om naar een overheidskantoor te gaan en soms uren in de rij moet staan voordat je geholpen bent. Soms ben je niet geholpen, je komt terug. En als je die diensten kan digitaliseren en online aanbieden, dan hoef je geen vrij te nemen van je werk om naar een overheidskantoor te gaan. Je kan op je bankstel zitten en zaken doen met de overheid. Dus de applicatie past daarin. Alleen moeten we verder gaan. Wat kunnen burgers doen in geval ze hun stukken hebben opgelood en toch geen feedback krijgen? Kijk, er zijn heel veel gevallen die binnenkomen. Dus het kan gebeuren dat het wat tijd neemt voor back-office. Want ze moeten een onderzoek doen naar stukken. Maar als burgers toch denken van ik hoor niks, kunnen ze mailen naar grondzaken@gov.sr om te informeren naar hun status. Elk geval die men uploadt, krijgt men een mail terug met een volgnummer. Dus je kan mailen en je volgnummer doorgeven en informeren naar de status ervan. Oktober is Cyber Security Maand. Zijn er activiteiten die de overheid heeft gepland? Het is inderdaad zo dat het Cyber Security Maand is. Het directoraat DNV, die cybersecurity in hun profiel heeft, heeft een awarenesscampagne gepland waarbij ze de burgers inlichten over cybersecurity awareness. Maar wij als e-government die dealen met zoveel gegevens en data, hebben ook vanuit ons kant een awarenesscampagne. En dat is in samenwerking met de Cybersecurity Council van United Arab Emirates, waarbij wij op onze Facebookpagina, we zijn al 2 weken gestart, folders en video's uploaden ten aanzien van hoe je moet omgaan met informatie, waarop je moet letten als je phishing mails krijgt, hoe je ermee moet omgaan,
waarop je moet letten. Maar ook wat je online wel kan delen en niet moet delen, et cetera. Zijn er gevallen binnengekomen van mensen die dus problemen hebben om bijvoorbeeld stukken op te laden op de webapplicatie? Nee, tot nu toe hebben we geen melding gehad van burgers of klachten dat ze moeite hebben om te werken met de applicatie. Of dat ze problemen ondervinden om hun informaties te uploaden. Ik heb het al eerder gezegd. We proberen zoveel mogelijk overheidsapplicaties gebruikersvriendelijk te bouwen en rekening te houden met de situatie van onze burgers. Niet ieder is nog echt goed in omgaan met digitale technologie en middelen en tools. Dus vandaar dat we proberen om zo efficiënt en gebruikersvriendelijk te bouwen. Op 5 september 2024 werd de webapplicatie gelanceerd. Hoeveel mensen hebben al gebruik gemaakt van deze webapplicatie? Ja, we zijn bijna een maand verder en tot nu toe hebben we iets meer dan 513 gevallen waarbij burgers hun documenten hebben geüpload, verspreid over 8 categorieën, want op de website hebben we 8 categorieën van gevallen. En ik kan ook zeggen dat meer dan de helft van de 530 gevallen te maken heeft met aanvraag voor een grondhuurperceel. Zijn er ook andere projecten waarmee jullie bezig zijn? Als SIGO zijn we bezig met heel wat projecten. Zoals jullie weten, er is veel te doen nog qua digitalisatie. Maar projecten die we binnenkort sowieso gaan lanceren, één is... We zijn bezig de kentekendatabase van het Korps Politie Suriname te digitaliseren. Meer dan 80% is af. We gaan het problemen rond rijbewijs, aanvraag, verlengingen, et cetera, ook aanpakken. Daar komt een totaal nieuw project voor, waarbij we helemaal teruggaan tot bij inschrijven, rijschool en het hele proces in een applicatie gaan verwerken. Dat zijn eigenlijk de twee main projecten waarmee we nu bezig zijn in de pipeline. Maar er zijn ook andere die komen. Een van ze is ook digitale verkeershandhaving. Ik heb het een keertje ook gezegd, van we hebben testen gedraaid met snelheidscamera's om de snelheidsovertredingen te meten. Maar de camera's kunnen veel meer. Dus heb je gordel om, mobiel in de hand, et cetera. Dit project is, het contract en alles is voor 90% gefinaliseerd. Dus we hopen het binnenkort aan de regeringsvergadering aan te bieden. En het dit jaar nog goedgekeurd te krijgen. En dat we volgend jaar kunnen starten met de implementatie. Maar ook het Safe City project, het huidige Safe City project, wordt uitgebreid. Een groot deel van de voorbereidingen zijn al gestart. Er is al apparatuur in Suriname. Er komen iets meer dan 300 camera's bij. En nu is de focus geweest met Safe City 1 en 2 in Paramaribo, Wanica. Met de 300 camera's gaan we richting Oost-West-verbinding. Wat kunnen bedrijven, burgers nog meer verwachten? Als e-government is ons taak om de overheid dienstverlening efficiënter te maken en door middel van gebruik van digitalisatie. Er is heel veel dat gedaan moet worden, maar we zijn op alle fronten bezig. We zitten ook met personeelstekort en expertise. En dan heb je ook nog budget, want digitalisatie kost heel veel. Dus we proberen zoveel mogelijk prioriteiten te stellen van wat zijn de grootste pijnpunten van de burgers waarmee ze te maken hebben. Rijbewijs is een van de dingen waarover er veel klachten zijn. Grondzaken is een van ze. Dus grondzaken hebben we afgetikt. Nu concentreren we op rijbewijzen. Maar we kijken ook naar andere zaken waarbij we de dienstverlening van de overheid kunnen verbeteren. Zodat het prettiger is voor de burger om zaken te doen met de overheid. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken.
Heeft u een onderwerp te belichten, dan kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Strand Antori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.